Arne, gefeliciteerd. Is dit de revanche waar je het gisteren over had? Ik heb gisteren niet over revanche gehad, toch? Ja, dat je een nieuwe kans kreeg. Oh ja, maar dat is wat anders dan dat ik het woord revanche gebruikt heb. Nee, ja, je hebt twee keer thuis van ze verloren. En dan normaal gezien, als je het al twee keer thuis speelt, denk ik niet dat je nog een derde kans krijgt. Maar ja, door de Supercup en de competitie en nu weer de bekerloting, hebben we een derde kans gekregen. En ik denk dat je gezien hebt dat we er wel gebrand op waren vandaag. Om niet weer als verliezer van het veld af te stappen. Maar nogmaals, het lag zo dicht bij elkaar. Dat ook vandaag gekund had, zoals dat de vorige twee keren ook anders gekund had dan het resultaat toen uitviel. Onze analist vandaag op de radio, Emiel Schelvers, die zei Feyenoord had vandaag een vleugje Mourinho, een vleugje AS Roma. Hoe zie jij dat? Nou, ik weet niet of je die... Ik denk dat het meer een vleugje Feyenoord is. Dit is volgens mij waar Feyenoord ook heel vaak en heel lang en overigens ook onder mij voor gestaan heeft. Dat je alles eraan doet om een wedstrijd eruit te halen. En daar hebben we denk ik ook onze opstelling een klein beetje op gemaakt en ook onze wissels nog op gedaan. We hadden spelers nodig die kunnen blijven lopen als je tegen een goed positiespel van PSV speelt. Met zoveel individuele kwaliteiten. Ja, dan moet je soms ook even zeggen van ja jongens, wij kunnen ook heel goed voetballen van achteruit. Maar we zullen ook zonder bal heel veel moeten lopen. En daar hebben we ook onze keuzes ook op gebaseerd. Als je het hebt over die keuzes, hè? Je begon vandaag met Nieuwkoop als rechtsbuiten. Hoe ben je daar zo opgekomen en hoe vond je dat hij het uiteindelijk heeft gedaan? Ja, dat is een combinatie van factoren, maar dat heeft er ook mee te maken dat wij met Javairo Deelrussen en rechtsbuiten tot onze beschikking hebben. Tenzij je Kelvin Stengs ook als rechtsbuiten wil tellen, maar die moest als 10 starten vandaag. En die begon ook niet oksel fris. En Javairo heeft een half jaar lang amper gespeeld. Toen hij vlak voor de winterstop tegen Heracles speelde en 3 dagen later tegen Utrecht. Toen zag ik eigenlijk al vanaf minuut 1 dat niet dezelfde energie was en intensiteit die hij tegen Heracles kon brengen. Dat is heel normaal als je zo weinig gespeeld hebt. Nou, met ons programma dan had ik heel graag een andere rechtsbuiten opgesteld, maar die had ik niet. Dus dan heb je met Bart Nieuwkoop wel iemand die op die positie bij Union heel veel gelopen heeft. En dan als aanvallende wingback. Dus daarbij komt dat Bart in staat is om constant diep te gaan achter de laatste lijn. En dat vindt Des dan weer niet zo heel prettig. Dat vindt geen enkele back heel prettig. Dus het was meer een combinatie van factoren. En als je naar ons kijkt, weet je dat Geertruida graag vanuit de rechtsbackpositie naar het middenveld trekt. Nou, en dan kan Bart gewoon in zijn tweede natuur op die positie voetballen. Er was na de wedstrijd tegen NEC wat kritiek op Justin Bijlo vanwege de bal die hij doorliet gaan, die hij had moeten hebben. Als je nu kijkt naar de afgelopen 2 wedstrijden, hoe zie je dat dan bij hem mentaal, dat hij zich daarin dan toch kan onderscheiden, dat hij dat toch weer kan parkeren? En 2 keer toch belangrijk is ook voor jullie? Ja, hij heeft 2 uitstekende wedstrijden gekiept. maar ja, het hoort wel bij voetbal, zeker als je keeper bent, dat er ook eens een keer een bal in kan gaan die je misschien hoort te hebben. En dat is just in de tweede tegengoal overkomen tegen NEC. Maar ja, dat kan ook gebeuren. Liever niet overigens, maar dat gebeurt de keeper altijd wel 1 of 2 keer per jaar. Ja, daarna is hij weer gewoon gaan doen wat hij daarvoor ook deed. Ja. Goed keeper. Nog 1 andere speler eruit halen. Dat is Quinten Timber, die vandaag de enige goal maakt. Hoe kijk je naar zijn ontwikkeling? Want je ziet dat hij natuurlijk fysiek echt een grotere stap heeft gemaakt. Hij maakt ook steeds meer doelpunten. Ja. Ja, je hebt me de woorden al uit de mond gehaald. Hij heeft fysiek een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Want het was al een goede speler. Net werd Hans Kraaij vroeg mij nou of hij dezelfde ontwikkeling als Kutsu doormaakte. Nou, de Kutsu van toen ik kwam en toen ik wegging, zat fysiek gezien ook wel een beetje verschil tussen. Dat geldt voor Quinten Timber ook. Dat is ons programma, wat dat met spelers doet. Maar Quinten was toen hij bij ons kwam al een uitstekende voetballer. Hoor. En Orkun ook. Maar ze zijn niet met elkaar te vergelijken, voor de goede orde. Maar in fysieke zin hebben ze allebei een mooie ontwikkeling doorgemaakt. En Quinten koppelt dat met goals. Maar ja, als je dus veel kan... Jan Eversen zei ooit tegen mij... Anne, jij staat altijd in die middencirkel als je een voetballer bent. Maar dat moet ik scoren. Je zult toch in die 16 moeten komen, wil je een doelpunt maken? Nou ja, dat heb ik niet tegen Quinten gezegd. Maar ja, als je natuurlijk heel veel gaat lopen, ja, dan is de kans dat je ballen binnen schiet wel aanwezig.